En wat ik toen weet, is dat wij toen vanuit daar, want dat was een soort vet, zijn we met een mes zelfs, met een mes, dat weet ik nog wel. Zijn wij toen tegen de muur hier, zo tegen de muur aangezet. Hallo, ik ben Noah de Nooi en ik speel al een aantal jaren de rol van Danny Metzes in de serie Oogappels. Hi Noah, in deze video ga je langs 7 bekende locaties uit de serie. Op iedere plek krijg je een envelop met een vraag over de locatie. Diederik, de locatiescout van Oogappels, staat ergens vlakbij met jullie vervoer. Veel plezier met jullie tocht. Oké? Okay? Hey Diederik. Noah. Was het goed? Ja, goed man. Goed. En wat sick. Dus ja. Hiermee gaan we even door Amersfoort trappen. Ja. Dus met deze monsters gaan we een paar van die locaties af waar we gedraaid hebben met Oogappels. Ja, toch? Ja. Maar vertel even, want wat is jouw rol nou precies? Ik ben de locatiescout. Mm-hmm. De eerste 5 seizoenen heb ik alle locaties voor Oogappels bij elkaar gezocht. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, hop on. Hey Noah, we gaan eerst even naar de fietsenwinkel. Aha, leuk. Jou wel bekend. Die is zeker bekend. De fietsenwinkel van Marcel. Premier. En bij mijn weten heb jij daar zelf ook nog een blauwe maandag gewerkt. Hey, mannen. Welkom. Nou, ik ga jullie maar meteen aan het werk zetten. Daar heb ik heel even nog gewerkt, ja. Of je maar moest toen iets hebben... terugverdienen, wat was het ook alweer? Ja, even wat terugverdienen, maar toen hebben we... wel eens weer een stout geweest. Weet je wat deze fiets waard is? Je hebt mij weer zo die schuld afgelost, hè? Wat bedoel je precies? Wil je hem gaan jatten of zo? Het originele plan was trouwens dat jullie, dus Carola, jij en Marcel, die zouden boven de winkel komen te wonen. Echt? Ja. Ja. Ja, dit komt mij wel bekend voor, ja. Dit herken ik wel, ja. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Quizvraag 1. Ja. Voor wie koopt Erik in de allereerste aflevering van Oogappels een fiets in deze winkel? Was dat A. Hansje, B. Lieke of C. Chris? C. Chris. Of moet jij dat zeggen? Nou ja, ik wist het. Oh, top. Thanks, hè, Marcel. Doei. Ik stel voor dat jij een beetje de buurt gaat verkennen hier. Dat is misschien wel leuk. Ik heb ook een afspraak thuis, dus het is ook wel handig. Het komt mij goed uit als je even opgerold bent. Chris komt natuurlijk terug uit Australië. Exact. Juist. En op de foto van de promotie, of wat het ding was van seizoen 1, staan we ook met allemaal fietsen. Ik heb toen mijn fiets met Marcel en we zijn met het gezin allemaal voor school. En daardoor kwam ik ook herinneren dat een fiets van Chris was met hem fietsen. Alright. Gaan we weer, denk ik. Naar de volgende locatie? Ja, niet zo ver hier vandaan. Oké. Huis Fabi. En je en, maatje en, Maas. En, ja, Mees. Mees. Sorry, heet Maas. Doe Maas. Mees. Heet Maas. Ja, is wel Mees, ja. Oké, okay, we gaan weer. Ja. We zijn er. We zijn er, ja, dat snap ik. Ja. Dit is het huis van Fabi. Het is wel te zien, want je hebt wel zo'n... Want ik ben binnen geweest natuurlijk. En je lijkt dan zo'n toonbank is dan natuurlijk de... Voor wat de woonkamer is. Ja. Ja. Mooie keuken, dat is voor Fabi wel belangrijk. Dat was het belangrijkste. Het moet een grote open keuken zijn. Ah. En ondertussen moesten de huizen niet te groot zijn. Dat je geen villa hebt. Ah. Dat is best lastig zoeken. Soms wel, ja. Maar dit was wel een gelukt. Een direct hit, zeg maar. Ja. Quizvraag 2. Wie vertelt in dit huis aan Danny dat Pip een crush op hem heeft? Dat is een open vraag. Pip is het niet, toch? Dat is raar. Ik denk dat dan... Gewoon, ja, dan ja, of het is een streekvraag, maar ik denk Mees. Ik zou ook Mees zeggen. Jongens. Hebben jullie nou eindelijk gezoend? Mees. Dat tenminste wel elkaars handje vastgehouden. Mijn zus heeft al jaren een crush op mijn beste vriend. Wat een sneu verhaal. Pip, wacht. Tom, dat is de tweede al goed. Gaan we door. Dan gaan we denk ik door, hè? Ja, de familie Leroy. Dat enorme huis. Dat enorme huis. Ken jij ook Amersfoort dit goed eigenlijk? Nu wel, ja. Ja, ik vind dat het wel echt mooi huis in een soort zwaar, een beetje oud of zo, maar... Nee, dit is echt van alles. Ja. Hallo,
Ja, ik ben hier. Ja, nu herken ik het. Ik zou het van de andere kant niet herkennen. Nu is het niet kut. Woon je nu hier? Ja. En jij nu ook? Ben je rijk of zo? Rijk? Nee, nou, ik weet niet. Ik heb een paar jaar geleden mijn bedrijf heel goed kunnen verkopen. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bizar groot huis. Maar hou je daar ook rekening mee met de grootte van het huis? Want wij zijn met z'n 40 per draaidag ongeveer. Tuurlijk houden we daar rekening mee. Mm-hmm. Ja, met een huis als dit is dat allemaal heel gemakkelijk om dat weg te krijgen. Waar we net waren, dat is een stuk kleiner. En ja, we moeten andere trucs uithalen. Bill die is dus helemaal niet zo van grote huizen. Dat wil ze niet. Dit is natuurlijk een uitzondering. Ja. Ze vonden het een mooi huis. Maar ze willen het een en ander verbouwen, dus ze twijfelen of dat het dan alles bij elkaar niet een beetje te duur wordt. Verbouwen? Hoezo? Nou, niet alles was geheel naar hun smaak. Het is allemaal piekfijn in orde. Ze willen het niet te groot allemaal. Ze wil nee. En dan roept hij heel snel, niet groot, niet te duur, niet te rijk. Gewoon, woes. Ja, nee, zo normaal mogelijk blijven. In seizoen 1 vertrekken Chris en Erik samen op vakantie vanuit dit huis. Op wat voor vakantie gaan ze? Is dat A? Simpele fietsvakantie. Ik wist hem al, ja. B. Avontuurlijke safari. Of C. Luxe cruisevakantie. Ja, ik weet hem ook. Oh. En dat is natuurlijk... Drink. Dat is drink. Dat is A. Dat is leuk. Dat is bij de met de fiets, denk ik, die ze bij de fietsenwinkel hebben gekocht. Dag lieverd. Chris. Dag Merel. Een paar dagen. Heel veel plezier. Dank jullie wel. Jongens. Tot vrijdag. Doei. Dan gaan we door, denk ik, weer, toch? Ja, we gaan door. Waar gaan we heen? Wij gaan eens de stad in. We gaan nu het voetgangersgebied in. Dus moeten we die dingen even parkeren. We zijn nu in het centrum van Amersfoort, toch? Ja, je bent er hoor. Dit is de lange straat. Oh, dit is de winkelstraat van Amersfoort. Ja. Quizvraag 4. Ja. In het tweede seizoen stelen Pip en Nina iets in een drogist. Ja. Wat stelen ze? Is dat A, lippenstift, B, mascara of C, nagellak? Ja. Ik weet het. Ik weet het niet. Oh. Maar ik ga het wel, ik denk het, ik denk geen lippenstift. Nee, twee. Ik denk... Nagellak denk ik ook niet, want dat is volgens mij heel goedkoop. Volgens mij, ja, dan denk ik, ga ik voor mascara. Ik ga voor mascara. Ja, dan heb je goed. Dat heb ik ook echt. Hoe wist jij dat eigenlijk? Was hier. Dat was bij deze drogist? Ja. Oh ja, letterlijk. Want ze, volgens mij ze ging me ook stelen om iets te bewijzen. Of, ja, in ieder geval Pip leerde Nina net kennen, dat was het volgens mij. Zit er niet zo'n stickertje op dan? Nee, ik heb net gecheckt. Toch rustig. Ja! Fuck, kutzooi. Sorry. Wat doe je? Zo, dames. Loop je even mee met mij? Koffie? Lekker. Ja? Top, nou. Lekker. Daar. Wel eens. Yep. Nou ja, we zijn eindelijk binnen. En koffie, lekker. Maar dat is iets wat ze in oogappels ook heel veel doen. Koffie drinken. Mijn hemel. Hè? Ja, zoveel, hè? Want ja, en... Vind je dan elke keer nieuwe restaurants in Amersfoort? Ja, het is maar een paar keer dat ze zeggen van die scène kun je dan wel weer daar doen. Maar meestal is het gewoon even nieuw, want die hebben we al gezien. Ja, terugkomend op waar we hier eigenlijk ook voor zijn. Nog een vraag. Quizvraag 5. In seizoen 5 komen Merel, Dina en Tim in dit restaurant samen. Over welk personage gaat de volgende scène? Ik weet het even niet meer zo goed. Ze trekt zich nergens iets van aan. Ze is niet voor reden vatbaar. Ze is constant stronzigreinig. Ze helpt niet mee. Ze laat overal een puinhoop achter. Ik ben echt een beetje aan het eind van mijn Latijn. Geen ik weet het al, jij? Ik heb wel zo'n vermoeden. Kan eigenlijk. Hansje. Ja. Hansje. Wij zeggen Hansje. We willen even met je praten. Met z'n drieën. Durf niet meer je eentje. Omdat jij niet reageert op onze berichten, vonden we dat we het anders moesten aanpakken. Hansje, we zijn hier niet om het allemaal moeilijker te maken. We willen je heel graag helpen. En de vraag is goed. Nou,
dat maakt 5 uit 5. Dus dat is top. Ja, dat gaat eigenlijk steeds makkelijker. We gaan eventjes naar dat pleintje waar jullie altijd samen hingen. Ja, ja. Let's go. Ja, hier ben ik wel veel geweest, ja. Kijk, als ik tegen mijn moeder zeg, nee man, ik heb nieuwe schoenen nodig van 250 euro, dan kan ik het wel vergeten. Hoe is het nu eigenlijk met Mees? Ik weet niet. Goed, wel. Dat brengt ons bij vraag 6. Ja? Dat is nou, die zouden we waarschijnlijk wel goed hebben. Ja, waarom werden Danny en Mees in het eerste seizoen door twee jongens aangevallen op dit plein? Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ik weet het ook nog wel. Ja, ik weet dat, omdat het was omdat mijn moeder... Mijn moeder, ja. Carola had de zak wiet weggehaald die Danny had bewaard voor Mees. Ja. En wij hadden die wiet, wouden we verkopen. En wat ik toen weet, is dat wij toen vanuit daar, want het was een soort vecht, zijn we met een mes zelfs, met een mes, want dat weet ik nog wel. Zijn wij toen tegen de muur hier, gezet. Zo tegen de muur aangezet. En toen bedreigd door die twee boys. En toen, toen hebben we hier nog, dat weet ik nog, toen hebben we daar nog Mees heeft zijn schoenen toen verkocht. Die hij net had gekregen. Ja, toen had drommel. Zullen we nog even naar de ellende gaan kijken? En die puin ook wat achter hebben gelaten. Ja, jongen. Ik pak mijn broer. Ik ga met je mee. Een stadsstrand. Die heb je tegenwoordig overal. Kijk, ik denk echt dat wij er iets heel gaars van kunnen maken. Nou, dit is het dan. Tada! Oké. Ja, je moet er wel een beetje doorheen kijken. Straks is het voorjaar en dan hebben we daar een enorm terras met van die leuke gekleurde lampjes. Daar komt een relaxplek waar je kan chillen met je matties. Matties? Holy shit. Het ziet er treurig uit, Het ziet er heel treurig uit. En nu is het ook een stuk kleiner opeens. Ja, want het was al heel groot. Ja. Das. Holy. Ja. Het is gewoon letterlijk helemaal weg. Ja. Nou, behalve dan dat... Nee, ze gaan hier bouwen weer. Denk je wat een treurig einde van wat een leuke reis eindigt op een soort... Ja, man. Dus echt, kijken wat een treurig is. Ik ga dan nu om de bon nog misschien een beetje op te vrolijken nog even een vraag doen. Oh ja, leuk. Vraag 7. Ja. Welk thema had het feest van Marcel en Carola in de loods? Ja. Antwoord A, 70s. Antwoord B, Hawaii. Of antwoord C, Hollywood. Jij weet hem. Ik weet hem ook. Dat is A. We hebben hier morgen een 70s feest. Wat leuk. Dat was best makkelijk. En het was heel leuk, omdat dat weet ik ook nog, omdat... het is niet heel lang geleden, maar het was ook nog heel leuk dat iedereen toen verkleed was. En van die nepsnoren en van die nepbaarden en een pruik, ik weet nog dat... Iedereen had zich behoorlijk uitgesloten. Wat het leuke was ook, die hadden ook nog bij de crew, er waren wat pruiken over en de figuratie had ook allemaal pruiken. Dus de crew had ook een soort allemaal pruiken en allemaal ja, ook snoren op volgens mij. Dus het was een hele leuke dag. Dankjewel dat jij mij Amersfoort hebt laten zien. Graag gedaan. Ja. Jij bedankt dat je mee wilde. Ja, nee, ik vond het echt een hele leuke dag. Ja. Nou. En we hebben alle vragen goed. Dat is ook wel mannen. Pak van mijn hart. Ik ook. Ik was een beetje bang voor. Ja, ik dacht even slecht vallen door de man. Nee, dat ook. Wel. Maar dat zijn we echt wel. Ja, dat vind ik. Dat is altijd heel confronterend. Ja. Zeker. Ja. Maar was het ging goed. Ja, we hebben gewoon eens even goed. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en laat ons weten hoeveel vragen jij goed had. En wij vinden het ook heel leuk om te weten wat jouw favoriete oogappelslocatie was. Dankjewel. We gaan er, ja. Nou, we snippen.